We zijn vandaag bij Westvliet Fitness & Racket Club. Er is hier een fototentoonstelling van 3 fotografen. 2 uit Voorburg en 1 uit Den Haag. Het zijn Ger ter Horst, Johan de Vos en Sjors Gijzer. Dit is het studentenflat bij de Haagse Hogeschool. Nu wordt hier gebouwd op dit moment, maar toen was er nog een waterpartij. En eigenlijk past die een beetje in de serie van deze 3, omdat er ook een symmetrie is. Alleen dit keer een symmetrie dwars door het vlak heen, waarbij ik gebruik maak van de reflectie. Met eigenlijk dat knalrode gebouw als middelpunt. En wat ik leuk vind is dat je dus echt een soort organische mix krijgt van die hele strakke lijnen die je hier ziet. Eigenlijk een heel normaal tafereel in het laak, een beetje industrieel. Op deze manier krijgt het toch een beetje een abstract effect, doordat juist die reflectie in het water zo dominant is. Het werk gewoon echt helemaal symmetrisch in beeld gebracht, dat je echt mooie symmetrische lijnenspel krijgt. Echt in tegenstelling tot die lucht daarachter, die juist heel chaotisch is. Huisarts van toen. Klopt, ja. Ik ben zelf huisarts in opleiding, dus het ligt heel dicht bij mijzelf. En dit is een stilleven wat ik heb gemaakt. Er staat een opdracht voor een vakblad van de huisartsen, Huisarts en Wetenschap. En die hadden een jubileumeditie waarbij ze eigenlijk wilden terugkijken naar vroeger en vooruit wilden kijken. Het is eigenlijk onderdeel van een stil leven, van 2 stil levens. Waarvan ik nu alleen de ruimte had om deze te exposeren. Dit is de huisarts van toen, waarbij je dus allerlei elementen ziet uit de huisartspraktijk. Eigenlijk alles wat je op de foto ziet, zit dus een verhaal achter. Bijvoorbeeld wat je hier ziet, dat zijn groene kaarten. Dat is eigenlijk iets wat elke huisarts die al een tijdje werkt, herkent. Vroeger werd daarmee gewerkt. Tegenwoordig hebben we natuurlijk een computer. Anatomische atlas, de informatie opzoeken uit boeken zoals we dat kennen. Dit is ook wel, dit is een tang om bevallingen te doen. De tuinbevallingen zoals de huisarts dat vroeger deden. Zo heeft elk stukje een eigen verhaal. En ik heb gemerkt van huisartsen dat het heel aantrekkelijk voor ze is, omdat het herkenbaar is. Ze kunnen zien, zeggen ze, dat het door een huisarts is gemaakt. Hè, dat je gewoon weet, ja, dit is de huispraktijk zoals je toen was. Fotograaf Ger ter Horst, hoe is het idee ontstaan? Het idee is ontstaan dat ik wilde exposeren. Ik wist dat hier een ruimte was om te exposeren. Maar dat was eerst hiernaast achter de bar alleen. Maar dat mocht niet meer. Het zou in de serre voortaan moeten. Dus toen mocht ik hier hangen. Maar dat was te veel voor mij alleen. Dus heb ik er 2 fotografen van mijn fotoclub bij gezocht om ook te willen exposeren. En dat hebben we dus nu met z'n 3 hebben we dat gevuld. We zien hier een windmolen die eigenlijk al niet meer voorkomt in Europa. Dit is in Duitsland, in Duisburg. Die stond op 750 meter afstand van waar ik stond. En ik vond hem zo bijzonder. Met mijn telelens heb ik hem vrij goed kunnen pakken. Dit is een andere foto van Light Painting. Dit is in hetzelfde bos gemaakt. Dit is met een buis met allemaal verschillende kleuren lampjes erin. En daar gaat dan 1 persoon die maakt deze vloeiende beweging. En omdat je een tijdopname maakt, krijg je dit beeld. Sjors Gijzer en zoon, hallo. Ja, dag Robin, hallo, goedemiddag. Wat vind jij van de foto's van papa? Leuk zeg. Heerlijk, hè? Zeg Sjors, wat hangt er allemaal van jou hier? Ik heb verschillende foto's hangen hier. Van natuur en landschap. Zowel stedelijk landschap als natuur. Zullen we even een kijkje nemen? Ja. Laten we er naartoe gaan. Is goed. Waar is deze foto gemaakt? In de tuin. Nou pap, je hebt je bijna niet meer nodig, hè, jezelf. Ja, met een statiefje zo. Wat zien we hier allemaal? We hebben hier een groene wans op een goudsbloem. Ik vond het een heerlijk contrast. En ook die is gewoon in de achtertuin gemaakt. Dat vind ik het leuke aan fotografie, dat als je een blaadje optilt of even ergens onderkijkt of van een ander perspectief je achtertuin bekijkt, dat je ineens hele leuke, interessante dingen ziet. Die als je gewoon door je tuin heen loopt eigenlijk nooit tegenkomt. En er niet bij stilstaat dat er ook is. En dat probeer ik hiermee in beeld te brengen. We gaan even aan de kenner vragen waar deze is genomen. Daarna. Wat heb je hier gedaan? Ik ben bij Snow World, ben ik naar boven geklommen. Ze hebben aan de buitenkant een trappenhuis en dan kan je helemaal naar boven klimmen. Zo'n 350 treden en dan heb je een uitzicht over Den Haag. En wat vind je hier zelf zo leuk aan? Ook hier dat je vanaf een hele andere kant een perspectief dat je de wereld om je heen ziet. En er zijn niet veel mensen die daarboven zijn geweest om daar een foto van te maken. En met deze wolkenlucht, ik vond het fantastisch om dit in beeld te brengen op deze manier.
En mocht je wel daar naar boven? Ja, dat is gewoon openbaar toegankelijk. Ja. We staan hier met Hans Mulder. Waar bent u van? Ik ben van Fotoclub Diafragma. Ik ben voorzitter. En de jongens, twee van de jongens of alle drie zitten bij deze club? Ze zitten alle drie hier bij de club, ja, in Leidschendam. Maar we hebben leden uit de hele regio, dus zelfs uit Rotterdam en Pijnacker-Noodorp. En wat vind je van het werk wat hier hangt in de tennis- en racketclub? Ja, nou, ze hebben erg leuk creatief werk hangen. En dat hangt ook al op diverse andere plaatsen. Wij zijn als club altijd uit op ontwikkeling van de leden. Dus als leden een leuke onderwerpen hebben gedaan, dan stimuleren we altijd ook dat ze daar wel iets mee gaan doen. En waar zit de club? Wij zitten in Leidschendam, onder de wijkvereniging gebouw De Poort, in Duivenvoorde. Nou zei je dat je al het werk prachtig vindt, maar dat je toch een favoriet hebt, hè? Ja, er zijn toch altijd wel opvallende foto's die echt eruit springen. En dit is er één van. Het is een bijzonder project geweest van Johan de Vos, die heeft gewerkt met geluid en geluidstrillingen. Die ervoor zorgen dat de verf in dit geval omhoog springt. Het mixt. En, ja, nou, door elkaar heen klotst eigenlijk, hè? Dat kan ik wel zeggen. Dus dat is toch wel een heel apart techniek, een experiment.